Hallo, wat leuk dat je kijkt naar de laatste vlogmas van dit jaar. Het is vandaag oud en nieuw en tijd voor een nieuwe decade. Dus ik dacht het is leuk om wat vragen van jullie te beantwoorden die ik in Insta Stories binnenkreeg over het afgelopen jaar, over het nieuwe jaar, over voornemens, favoriete leermomenten van 2019, dat soort dingen. Het zijn heel veel vragen, ik duik er gewoon in, maar het zal wel een lange kletsvideo worden. Ik heb ze even per onderwerp bij elkaar gezet, van liefde tot beauty, fashion, werk, life en overige vragen. En ik begin met de liefde, altijd leuk. De eerste vraag die ik kreeg is, hoe zorgen jullie ervoor dat de sprankel in de relatie blijft? Ik denk dat dat ook gewoon iets is qua chemistry dat je samen moet hebben. Dat je iemand aantrekkelijk moet blijven vinden en leuk en inspirerend. Het is gewoon belangrijk dat je je best voor de ander blijft doen. En ook je best blijft doen om jezelf leuk te vinden. En een leuke partner te zijn voor de ander. Wat ik bijvoorbeeld bewust doe en probeer te doen is dingen positief te bekijken. Ik weet dat Jordi het heel fijn vindt als ik happy ben en niet aan het zeuren ben of negatief aan het doen ben om niks. En daar kan je heel slecht tegen. Dus dat is ook iets waar ik bewust op let. Ik denk dingen uitspreken dat dat ook belangrijk is. Dat je steeds een beetje blijft voelen van, oh ja, zo voel ik me over de ander en die vindt dat ook van mij. We geven elkaar wel veel complimenten en we zijn heel liefdevol tegen elkaar. Iedereen vindt het fijn om een beetje bevestiging te krijgen. Ik denk dat het ook goed is om dates te blijven doen. Dat zijn wel van die momenten. Het is belangrijk om een beetje samen herinneringen te blijven maken. Dus dat is ook wel een goeie. En ook wel dingen los doen, zodat je elkaar weer wat te vertellen hebt en elkaar even kan missen. Zijn jullie nog steeds gek op elkaar? Nou, ik zit hier in mijn eentje, dus ik kan alleen voor mezelf spreken. Maar ja, zeker. Ik ben super dol op Jordi. En ik denk en hoop dat hij echt mijn forever person is. Dat we gewoon samen heel oud gaan worden en een heel leuk leven gaan hebben. En ik denk ook dat volgend jaar wel een big year voor onze relatie wordt. 2020 gaat wel het jaar worden waarin we gaan samenwonen. Waarschijnlijk eerst hier in mijn huis, wat helemaal mooi gerenoveerd is nu. We hebben het ook voorzichtig een klein beetje over ooit een gezinnetje beginnen, maar dat is iets waar je zo weinig invloed op hebt. Wat heb je over de liefde geleerd dit jaar? Ik heb wel, denk ik, geleerd om meer te vertrouwen. In de eerste plaats heeft dat ook wel met zelfvertrouwen te maken, denk ik. Ik ben echt wel chiller geworden in mijn relatie dit jaar. Eerder was ik wel eens onzeker of zo. En was ik toch bang dat iemand op een gegeven moment weer weggaat of iemand leukers ontmoet. En Jordi kreeg best wel wat aandacht ook. Dus ik merkte dat ik dat soms even wennen vond of dan gewoon bang was dat het zou stoppen. Ik heb nog meer over de liefde geleerd. Ook wel hoe belangrijk het is om echt in elkaar te blijven investeren. En echt bewust samen dingen te doen. Je mobiel weg te leggen. En je echt ook je beste zelf en je meest energieke, happy zelf ook aan je partner te geven. En niet alleen aan je werk of aan vrienden en dat soort dingen. Wat was jullie fijnste date? Ik moet zeggen dat toen we samen in Turkije waren bij de Hillside Beach Club. En dat is echt zo'n super zen resort waar de mensen heel lief waren en chill waren. En waar alles heel rustig was en heel mooi ingericht. En een klein mini privé strandje. Ik was nog nooit in een resort geweest en ik dacht, oh, dat is niks voor mij. Maar het was echt geweldig. En daar heb ik wel echt ook hele leuke herinneringen aan. En onze momenten samen in Amerika waren ook echt fantastisch. Alleen was ik toen een beetje van slag door het faillissement van de schoenencollectie die ik had ontworpen voor een merk. En dat was best wel impactvol op die reis. Dus dat was ook wel met ups en downs. Ga ik naar beauty en fashion gedeelte. Je meest gebruikte beautyproduct in 2019. Ik heb al een paar spulletjes hier even neergelegd. Dat was de Flawless Filter Highlighter van Charlotte Tilbury. Die helaas net kapot is gevallen. Die is echt geweldig. Die kun je over je hele gezicht gebruiken. Maar ik dep hem altijd hier als highlighter. En hier een beetje. Een heerlijk product. En de Tinted Moisturizer van Laura Mercier. Hij is vernieuwd. Dus hij zit in een nieuwe verpakking. Maar dit vind ik gewoon een hele lekkere soort van skin perfector. Die ook tegelijkertijd gewoon heel fijn voor je huid is. Dus het is een moisturizer, maar er zit ook een tintje in. En het maakt alles wel wat egaler. Het zit een beetje tussen skincare en make-up in. Ik draag bijna geen foundation meer. Dat is echt een goede beslissing geweest voor mijn huid in 2019. Je terugkerende beauty look, ja, dat is toch gewoon deze. Een beetje bronzy eyes, glanzende huid, nude roze lippen. Beautymerk dat ik in 2019 ontdekte, dat is Paula's Choice geweest. Ik heb hier twee producten liggen van ze die ik veel gebruik.
uit de Calm lijn en uit de Clear lijn. Ik ben nog een paar andere items aan het testen ook. Maar dit is qua skincare echt wel een mega nieuwe favoriet. Op dit moment gebruik ik bijvoorbeeld de BHA lotion. Dat is een exfoliant, wat betekent dat je huid gereinigd wordt. En dit is een product met salicylzuur, wat ook bedoeld is om de huid te verbeteren. Of om vlekjes te verlichten, om je breakouts een beetje sneller te laten verdwijnen. Een andere major favoriet van het afgelopen jaar, echt geweldig, is deze beauty van Shiseido. Dit is de White Lucent Brightening Gel Cream. Een hele lekkere, luchtige. Waar kan je het mee vergelijken? Het is zo zacht en luchtig en trekt meteen in je huid en voelt zo ontzettend lekker. Ik weet dat dit prijzige producten zijn, maar dit is echt dé daycream waar ik niet meer zonder kan. Grootste miskoop? Nou, ik heb best wel wat producten met vitamine C erin geprobeerd en ik heb het idee dat mijn huid daar helemaal niet lekker op reageert. Wel jammer, want het is niet goedkoop. Wat ga ik in 2020 anders doen op beautygebied? Ik denk weer wat meer experimenteren. Ik zit zo vast in mijn look en ik vind het wel heel leuk om wat meer met een felgekleurde eyeliner of iets met glitter of dat soort dingen te gaan spelen. Daar heb ik wel veel zin in. En mijn nagels nog meer funky nail art wil ik in het nieuwe jaar. De fijnste huidbehandeling. Bij Skincare Your Dime geven ze fijne facials. Bij Jolien Skincare. Bij Madisalon, waar ik de bindweefselmassage had, maar ook bij de bindweefselbar. De Ritual Spa, dat zijn eigenlijk plekken waar ik afgelopen jaar ben geweest, waar ik allemaal heel blij mee was. De mooiste aankoop van afgelopen jaar. Oeh, lastig. Ik ben heel blij met mijn kleine Louis Vuitton tasje. Wacht, ik pak hem even. Deze kocht ik vintage in Tokio en die staat overal zo leuk bij. Hij is perfect voor overdag, voor 's avonds. Past echt insane veel in. Dat zou je dus niet denken, maar hij is heel flexibel. Ik vind het heel leuk dat ik weet dat iemand voor mij hier al herinneringen mee heeft gemaakt en dol op was. En dat die nu bij mij is. Ik vind het heel leuk dat het vintage is en dus niet iets nieuws. Dus hier ben ik heel blij mee. Less or more. More natuurlijk. Ik hou altijd wel van een glitter, een print, een kleur. En iets heel subtiels is niks voor mij. Kan de Leopard print in 2020 nog? Ja, zeker. Er zijn gewoon een paar dingen die echt classic zijn. Van een Leopard print tot goede denim, tot strepen of een echt goede polkadot. Het kan gewoon soms dat je er even klaar mee bent. Jordi komt binnen, dus nu vind ik het een beetje awkward dat ik over kleren aan het praten ben voor de camera. Kijk hoe leuk Jordi eruit ziet, jongens. Een heel lekker truitje. En een heel zacht mutsje. Ziet er ook lekker uit, schatje. Kijk, dit bedoel ik dus. Complimenten. Complimenten doen een hoop. Hoe houden we de sparkle erin? Je best doen voor elkaar, tijdmaker. Ja. Spaatjes er nu en dan. Ik vind het ook leuk als ik jou soms juist bij werking zie dat ik dan trots op je ben. Oké, terug naar mode. Dat is gewoon belangrijk. Welk item gaat niet mee naar 2020 en waarom? Ik heb best wel veel geëdit de laatste tijd. En wat ik me vooral herinner is dat er veel spijkerbroeken het veld hebben geruimd. Die gewoon net niet mooi genoeg of lekker genoeg zitten. Als je gewoon niet fijn kan zitten in een jeans of hij lubbert na een uur dragen uit, dan moet hij gewoon weg. En dan moeten we gewoon hard in zijn. Favoriete sieraad dat ik droeg. Deze oorbellen van Rosefield heb ik wel heel veel ingehad, omdat ze gewoon heel makkelijk zijn. En verder heb ik ook een oorbel met een schelp met steentjes erin van Walt. Is ook wel een van mijn favorieten en ook wel een van mijn favoriete aankopen van het afgelopen jaar. Vind ik heel mooi. Dan draag ik hier meestal gewoon een klein sparkly oorbelletje. Welke outfit bleef seizoenenlang terugkeren en waarom? Ik ben nog steeds heel veel pakken aan het dragen. Dat doe ik nu al jaren en dat past gewoon heel goed bij me. Ik voel me daar heel stoer in en vrouwelijk in en ik draag vaak alleen gewoon een mooi BH'tje eronder. En ik vind het een hele coole outfit voor een event of een diner, maar ook gewoon met sneakers en een t-shirt eronder voor overdag. Dus dat blijft terugkomen en dat zal ik ook zeker blijven doen. Heb je veel kleding besteld en wanneer bestelde je vooral kleding? Best wel eigenlijk. Ik ben heel weinig in de stad geweest en heb wat meer online gekocht. En wanneer vooral met de sale. Ik probeer eigenlijk gewoon het hele jaar niet te veel te kopen en niet te veel snacks tussendoor in te slaan. Ik krijg natuurlijk ook best wel wat items. En dan twee keer per jaar met de sale, dan koop ik wat
stuks die normaal gesproken wat duurder zijn. En ik ze eigenlijk te duur vind of het geld niet helemaal waard vind. Maar dan sla ik dus toe en dan koop ik meteen best wel wat items. Vaak zijn dat ook echt de stuks waar ik lang blij mee ben. Zoals bijvoorbeeld deze top dus. Welke fashion week vond je het meest inspirerend en waarom? Ik ben vorig jaar volgens mij alleen naar Kopenhagen Fashion Week geweest. En dat was echt fantastisch. Ik was met mijn hele leuke girl squad. Met Claire, Nicole, Stephanie, Celine, Sabrina, Lena en nog andere legacy meiden van ons agentschap. Dat was echt geweldig. Eén groot feest. En in januari gaan we weer. Dus verwacht weer een heleboel leuke outfits en vlogs en IGTV's daarvan. Het leuke aan Kopenhagen Fashion Week vind ik dat er allemaal merkenshows zoals Gunny en Bauwens Vertgarten. Van die merken die je ook echt kunt kopen als normale consument. En waar je niet een eeuw op hoeft te wachten. En die relatief vergeleken met de high fashion merken nog betaalbaar zijn. Dus mode is daar veel toegankelijker. En je ziet alleen maar zulke coole chicks op straat. Het is echt niet normaal hoeveel vette outfits er bij die shows ook nog zijn om naar te kijken. Item dat ik in 2020 als eerste ga kopen. Ik heb eigenlijk niet echt iets op mijn wishlist staan op dit moment. Ik heb wel voor de zomer hele geweldige chunky sandalen van Miu Miu gezien. Maar ik wil die gewoon in de sale kopen, want ik vind ze echt veel te duur. De leukste trip die ik maakte dit jaar, dat waren er best wel veel. Tokio was echt waanzinnig. Turkije was echt fantastisch. Kopenhagen Fashion Week was te gek. En begin dit jaar was ik voor Linda Meijden en voor een H&M project in Arizona in Amerika. En tussendoor was ik met Jordi in LA. En dat was ook echt een onvergetelijke reis. Echt wel veel mooie momenten meegemaakt dit jaar op reisgebied. Hoe zorg je voor ontspanning in dit afgelopen jaar? Ik ben dit jaar echt voor het eerst in mijn leven eindelijk een beetje gaan bewegen. Ik zeg bewegen en niet sporten, omdat dat letterlijk ook is wat het is. Ik ga gewoon naar de sportschool. Ik ga op een loopband staan. Doe ik dan een half uur helling omhoog, snel wandelen, een serie aan. Niet te moeilijk, maar dan zorgt het er in ieder geval voor dat mijn bloedsomloop lekker een beetje gaat flowen. En ik wel ga zweten en daar is het me om te doen. En verder hou ik gewoon niet heel erg van sport. Maar ik heb wel echt gemerkt dat dat mega verschil maakt in hoe ik me voel. Het is shit, maar het is wel echt waar wat ze zeggen over sport. Favorite place to be voor restaurant of de drankjes. Hier bij mij in de buurt zit Bar Kantoor bij Westerpark. Dat vind ik een chille plek om gewoon even koffie te drinken. Ook omdat het op loopafstand is. En hier bij mij in de buurt zit ook de espresso fabriek. Back to Black. Qua restaurants. Oh ja, de Scheepskameel is wel mijn favo van het afgelopen jaar geweest. Ik zou zeggen de Goudfazant en de Scheepskameel voor echt een avond uit. En verder is echt alles leuk in Amsterdam. Wat was je favoriete bezigheid in je vrije tijd? Toch wel echt gewoon chillen. Thuis zijn, een serie kijken, het huis organiseren, met vriendinnen afspreken. Naar buiten om gewoon door de stad te wandelen en van Amsterdam te genieten. En een beetje geïnspireerd te raken door leuke dingen, mensen, winkels die ik zie. Ook wel een massage nemen of een facial nemen, daar geniet ik ook wel echt heel erg van. Qua werk, wat is je grootste aandachtspunt voor volgend jaar? Eigenlijk een beetje bouwen aan de toekomst. Dingen doen, keuzes maken die ervoor zorgen dat ik ook over 5 of over 10 jaar nog werk heb en volgers heb en dingen doe die relevant zijn of die dan nog kunnen bestaan. Zo ben ik dit jaar met mijn eigen telefoonaccessoiremerkje begonnen, Atelier. Ik zag iedereen met die koorden, weet je wel, die touwen. En toen dacht ik, oké, het is super handig. Ik was ook helemaal aan verslaafd, maar ik dacht, dit moet leuker kunnen, cooler kunnen. Dus toen heb ik dat als eerste in Nederland met parels gedaan. Die je eraf en eraan kunt klikken. En daar komen binnenkort nieuwe collecties en verbeteringen van. Dus daar heb ik heel veel zin in. En dat wordt ook echt wel iets tofs voor volgend jaar. Ik hoop natuurlijk dat ik dat steady kan uitbouwen naar mijn eerste echte eigen merk. Super excited. Daar heb ik natuurlijk al jaren over. Dus het is heel leuk dat dit eindelijk gebeurt. Wat was in 2019 het leukst aan je werk? Ik denk toch wel het vele maken. Met Linda Meijden hebben we natuurlijk zoveel artikelen gemaakt, shoots gehad, video's gemaakt. We zijn een YouTube kanaal begonnen precies een jaar geleden dat 12 keer in trending heeft gestaan en miljoenen views heeft in een jaar. Echt waanzinnig. We hebben net de Mercure gewonnen. Dus een soort van tijdschriften Oscar voor de cover van het jaar met Femke Louise met okselhaar. Waar ik ook nog steeds enorm trots op ben omdat het zoveel discussie teweegbracht en precies deed wat ik moest doen. Wat ik het leukste vind is toch gewoon met inspirerende mensen dingen samen maken en ook als een idee lukt. Daar word ik altijd wel blij van. Hoe tover je je passie om tot werk? Dat vind ik altijd een moeilijke vraag, want ik geloof helemaal niet dat iedereen's passie zijn werk moet worden. Ik vind dat ook een beetje zo'n
millennial dooddoener van zoek iets wat je passie is en je hebt nooit het gevoel dat je hoeft te werken. Werk is ook gewoon werk. Ook al hou je van je werk, er zit in elke baan zit van alles wat je niet tof vindt. Dat is volgens mij echt een illusie. Kan ook best wel zwaar zijn om eigen baas te zijn, want het stopt nooit. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen toekomst en keer op keer, maand op maand weer moet je je geld binnenslepen. Dat gezegd hebbende denk ik wel dat het heel belangrijk is dat je passie hebt voor dingen die je doet in je leven. En dus ook voor je werk. Dat maakt het gewoon zoveel leuker. Hoe je je passie, ja, ik denk dat dat toch mee te maken heeft met dat je iets doet waar je goed in bent en waar je je nog in kunt ontwikkelen. Volgens mij als je dingen kunt blijven leren, blijf je gepassioneerd. Dus dat is wel iets waar je zelf natuurlijk ook invloed op kunt hebben. Dus veel lezen of documentaires kijken of masterclass volgen. Dus er zijn wel veel dingen die je denk ik kunt doen zelf om nieuwsgierig te blijven en jezelf te blijven ontwikkelen. Welk advies zou je jezelf hebben gegeven op het gebied van werk in 2019? Aan het begin van het jaar? Ja, ik denk vooral toch het genieten van dingen. Het gaat soms zo snel allemaal. Ik heb echt het idee dat 2019 zo voorbij is gevlogen. Het was echt gisteren nog september en nu is het gewoon morgen een nieuw jaar. En dat vind ik echt gestoord. Ja, dan is het soms best even moeilijk om stil te staan. Want je bent de hele tijd met je hoofd al in de volgende deadline of de volgende week. Dus dat zou ik mezelf wel als advies hebben gegeven. En ik heb ook wel echt genoten van dit jaar. Dus wat dat betreft is dat ook wel gelukt. Maar ik vind wel dat de tijd heel snel gaat. Wie hebben een grote rol gespeeld op het gebied van je werk in 2019? Best wel wat mensen eigenlijk. Evie was echt een constante factor. En Jill en Kelly heb ik hele fijne werkdagen mee gehad. Josja, die de video's edit, heeft dat geweldig gedaan dit jaar. En mijn super, super leuke, geweldig team bij Linda Meijden natuurlijk. Die zulke mooie dingen maken met hart en ziel. Dus dit was echt wel een team effort jaar. En dat is wel heel erg leuk, vind ik zelf. Ik heb ook meer met Jordi gewerkt dit jaar. In de zin van dat hij me veel advies heeft gegeven. En ook wel helpt met wat cijfermatige dingen. En Lena natuurlijk, mijn goede vriendin die ook mijn agent is geworden. Het was best wel spannend om met een vriendin te gaan werken. We wisten allebei niet zo goed wat we konden verwachten of dat goed zou gaan. Maar dat heeft echt alleen maar positieve effecten gehad. En onze vriendschap is er ook alleen maar door verrijkt. Dus dat is ontzettend leuk. En we hebben een heel mooi jaar samen gehad. Dan nog wat random vragen. Het lekkerste wat je hebt gegeten. Dat was denk ik wel ramen noedels in Tokio. Echt sick lekker. Meest gebruikte emoji van dit jaar. Dat is denk ik die smiley met die handjes. Die vind ik heel gezellig, omdat hij een smiley is en een kleine knuffel geeft. Liedje dat ik op repeat had staan in 2019 durf ik eigenlijk even niet te zeggen. Ik heb wel veel naar Rihanna geluisterd, omdat ik haar gewoon mega badass vind en leuke muziek vind maken. Echt een beetje van alles. Niet één ding wat ik me nu kan bedenken. Zwaarste maand van 2019 zou ik ook niet uit mijn hoofd weten, ook omdat eigenlijk alles meteen weer een soort blur is. Ik vind de wintermaanden gewoon altijd heel pittig. Ik kan echt zo slecht tegen kou en grauwe lucht. Hoe blauw en groen en grijs het licht is in plaats van lekker fris en geel. Ik kan daar echt niet goed tegen. Niks voor mij. Ik heb daar echt altijd last van. De leukste was natuurlijk dan de zomer. Ik heb inmiddels denk ik 40 vragen beantwoord. Dus hierbij komt een einde aan deze 2019/2020 Q&A. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Ik vond het in ieder geval heel leuk om jullie vragen te beantwoorden. En als er nog iets is wat je wil weten of wil zien, laat het me zeker even weten in de comments. Dankjewel dat je deze vlogmes, week vlogmes met mij samen hebt willen doen. En dat je hebt gekeken. Ik vond het super leuk om te doen. En om weer even dagelijks video's te maken. Ik kan niet wachten op een heel gezellig, fijn videojaar samen. Waarin ik weer veel mooie dingen voor jullie ga maken. Dankjewel voor jullie support altijd. Het betekent echt enorm veel voor me. En ik ben dol op jullie allemaal. En ik wens jullie een heel gelukkig en fijn en happy nieuw jaar. Doei!